Hey iedereen, welkom. Welkom terug. Ik ben Leni. Dit is de video voor de nieuwe maan in het teken Maagd van 15 september 2023. We hebben komende vrijdag een nieuwe maan, een nieuwe maancyclus. Ook de zon staat in het teken Maagd. We hebben dus vooral aarde-energie, een zeer stabiele energie trouwens. Maar ook een energie die ons wil aanzetten om dingen te herbekijken. Ook even terug te gaan in de tijd van waar we komen, waar we ons nu bevinden. Hoe we dingen misschien anders kunnen aanpakken, kunnen reorganiseren. Hoe we bepaalde zaken een andere structuur kunnen geven. En uiteraard ook het gronden. Hoe wij zelf op dit moment stevig kunnen gaan staan. Hoe stevig wij zijn gaan staan de laatste tijd. Hoe wij ons vooral heel onafhankelijk kunnen opstellen. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we inderdaad niet afhankelijk zijn van de dingen rondom ons. Waardoor wij onze eigen beslissingen kunnen nemen, zelf dingen richting kunnen geven, zelf kunnen bepalen hoe we bepaalde zaken aanpakken, wat we toelaten in ons leven, wat misschien dan net niet. En hoe we uiteraard gewoon onszelf kunnen zijn, onze ruimte kunnen innemen. En ook alweer het thema van dit jaar, hoe we heel erg onze vrijheid kunnen behouden en daarvoor ook kunnen, daar ook naartoe kunnen streven. We hebben een nieuwe maan met behoorlijk wat planeten die nog retrograde lopen. Daardoor kunnen we heel erg de energie van het verleden voelen. Dus we worden uitgedaagd met deze nieuwe maan om het geheel te bekijken. Dus waar we vandaan komen en hoe we eventueel verder kunnen gaan. Het is belangrijk dat we ons degelijk bewust zijn van waar we vandaan komen. Dat we onze lessen hebben geleerd. Vooraleer we verder gaan. Dus het is belangrijk dat, als we verder gaan, dat we weten hoe we het anders kunnen aanpakken. Dat we nu op dit moment ervoor zorgen dat we stevig gaan staan. Dat we stevig gaan aarden. Heel dicht bij onszelf komen. Maar door deze vertraging als het ware in de energie. Natuurlijk, er komt ook heel veel energie binnen. Dat hebben we trouwens de afgelopen dagen, afgelopen weekend heel sterk kunnen voelen. Er was een bepaalde onrust aanwezig. Nu nog een beetje trouwens. Ja, dit is vooral de energie van ons hart, van ons hartchakra. Dat is sinds de afgelopen volle maan volop aan de gang. Dus dat kunnen we de afgelopen dagen heel sterk hebben gevoeld. Als we heel erg ons gaan focussen op het praktische in ons leven, dan kunnen we het idee hebben dat de dingen niet echt vlotten of niet echt vooruit gaan. Sommigen kunnen misschien zelfs het gevoel hebben dat we vastzitten of dat we een beetje tot stilstand zijn gekomen. Maar door volledig aanwezig te zijn in het nu, dat is trouwens wat deze nieuwe maan ons wil laten voelen, het aanwezig zijn in het moment, kunnen we zaken gaan bijstellen, kunnen we de dingen eens anders gaan bekijken, waardoor we ook de zaken anders kunnen gaan plannen. Dus het is toch wel de bedoeling dat we de dingen een iets andere richting geven. Dat we heel erg gaan voelen hoe wij het willen. En dat wij daarin een soort van initiatief nemen. Dat we ons bewust worden van wat voor ons wel werkt. En dat we ons daarnaar instellen. Of dat we ons dat eigen maken. Nu, dit is de laatste nieuwe maan voor het begin van de herfst. Dus voor we op een heel andere manier verder kunnen, volledig die verandering in, mogen we nog wat meer gaan aarden, ons bewust worden van onze kracht en van ons kunnen. En daar waar we in het verleden zaken hebben laten gebeuren, of ons hebben laten sturen, ons pad hebben laten bepalen, mogen wij nu zelf richting gaan geven aan ons leven, zelf onze plannen maken, bepaalde beslissingen nemen over ons leven en vooral even gaan stilstaan bij hoe we de dingen zelf kunnen en willen gaan aanpakken. En voor deze shift, want dat is toch een behoorlijke verandering waar we ons op voorbereiden,
Het is de bedoeling dat we de dingen effectief anders aanpakken. En voor deze shift is een heel andere energie nodig. Vandaar dat we in deze tijd even worden vertraagd, want zo zie ik het toch wel, even stap per stap, niet te snel, om ons degelijk bewust te zijn van de volgende stappen inderdaad, die we kunnen zetten en hoe belangrijk deze zijn. Dus eventjes vertragen, moment per moment, niet te snel, nog niet op bepaalde zaken vooruit lopen. En dat is trouwens iets wat ik in de vorige video, de reading voor september, reeds heb vermeld. Dus kijk zeker even naar de video van vorige week. Daarin werd het al duidelijk dat we het nog even rustig aan mogen doen. Dus niet te snel gaan. Vooral ons evenwicht vinden in deze belangrijke tijd. Want uiteindelijk willen we weer gaan opbouwen. En daarvoor is het belangrijk dat we stevig staan. Dat we heel goed weten wat we willen. Wat we nog toelaten in ons leven. Wat we net niet meer toelaten. Even dus gaan kijken van waar komen we. Waar bevinden we ons nu? Deze nieuwe maan in maagd kunnen we zien als een keerpunt. En dan is het belangrijk dat we goed voorbereid zijn. Dat we inderdaad zelf stevig staan. En dat we heel goed weten wat wij willen. Vooraleer we verder gaan. De energie van maagd. Maagd staat voor onafhankelijkheid. Het compleet zijn. Het een zijn met onszelf, vanuit die sterke aarde-energie. En zo kunnen we alles, wat er ook in ons leven komt, of wat er ook in ons leven gebeurt, dan kunnen we dat perfect aan. Dus deze nieuwe maan vraagt ons eigenlijk ook een beetje om op te ruimen, wat schoon te maken, even te kijken wat er in ons leven is, wat we effectief inderdaad achter ons mogen laten, misschien bepaalde zaken die we nog mogen verwijderen, een stukje zuiveren, ontgiften misschien als dat voor jou goed voelt. En ons ook af te vragen wat we uiteindelijk anders kunnen aanpakken, wat we anders kunnen gaan organiseren, of wat we misschien anders kunnen gaan plannen, naar de toekomst toe een andere richting kunnen gaan geven. Dus jullie merken het waarschijnlijk, maagd staat heel erg voor het praktische, hoe wij zelf bepaalde zaken aan kunnen pakken, hoe we de dingen zelf richting kunnen geven, hoe we inderdaad in dat onafhankelijke stukje kunnen gaan staan en daar ook in kunnen blijven en daar toch voldoende ruimte en vrijheid voor onszelf kunnen creëren, zodanig dat wij alle zaken die we eigenlijk van plan zijn of heel graag zouden willen concreet maken in ons leven, dat we dat effectief naar de toekomst toe dan uiteindelijk op zijn minst kunnen gaan plannen. En laat ons hopen dan dat we dat ook kunnen gaan realiseren. Ja, dat was het al even voor de algemene energie. Ik heb geprobeerd om het een beetje korter te houden. Nu, ik vind het een heel duidelijke energie. Het zijn voor mij ook duidelijke boodschappen. Dus ik hoop dat, jullie er voor jullie zelf iets kunnen uithalen. En ja, voor nu lijkt even heel stil worden. Heet toch even een klein beetje stilstaan bij onszelf, hoe we ons voelen. Ik vind het fysieke ook heel sterk hierbij naar voorkomen. Ons lichaam, hoe we ons voelen, wat gebeurt er bij onszelf. En dan uiteraard het aarden. Dus we hebben al die hartsenergie, wat ik eerder ook al eens heb vermeld. Het aarden vanuit ons hart. Maar dat is ook aanwezig zijn. Stukje vanuit ons gevoel, maar deze energie van maagd gaat toch wat meer naar het praktische, het onafhankelijke stukje. Voor deze reading heb ik er de Psychic Tarot, de originele versie van John Holland, nog een keertje bijgehaald. Het zijn eigenlijk orakelkaarten, het zijn eigenlijk inzichtskaartjes, gebaseerd op de tarot. Ik vermeld trouwens altijd de decks die ik gebruik onderaan de video. Dus scroll even naar beneden en kijk even naar de omschrijving van de video. Mocht je graag nog een persoonlijke reading willen, die kan je nog steeds aanvragen.
Hou er wel rekening mee dat de opnames na de nieuwe maan zullen gebeuren, dus waarschijnlijk komend weekend. Maar weet dat je altijd een korte persoonlijke reading aan kan vragen bij iedere volle en iedere nieuwe maan. Maar ja, ik heb toch afgelopen weekend daar een beetje de nadruk op gelegd. Als je je reading wil ontvangen met een nieuwe maan of net met een volle maan, ja, vraag die dan toch een tijdje vooraf aan, omdat ja, het opnemen, het verwerken en het online plaatsen, de link aanmaken, en dat duurt toch een dag of 3, 4. Dus hou daar rekening mee als je een persoonlijke video aanvraagt. Oké, we gaan eens kijken wat ik jullie mee mag geven via deze kaartjes. Bij deze nieuwe maan in maagd. Ik voel de energie zelf als rustig. Aanwezig, inderdaad geaard aanwezig. Gaan eens kijken. In de basis. De energie op dit moment. Bij deze nieuwe maan. Het is niet de meest makkelijke dek om te schudden eigenlijk. Het zijn redelijk grote kaarten. Oké. Opvlammende passie. Dit is de Aas van Staven. Het vuur in onszelf. Het hartchakra, waar ik het daarnet al over had. Eigenlijk spreekt deze kaart voor zichzelf. Hè? Met de gouden cirkel. Wij die in het licht komen. Wij die een heel nieuwe energie kunnen voelen. Het is ook een kaart die zegt dat we geïnspireerd worden, maar vanuit onszelf. Hè? Het vuur in onszelf. Iets wat wakker wordt. Iets. Het is ook een kaart die trouwens aangeeft dat we heel veel hebben losgelaten. Inderdaad, dat we heel veel van ons hebben afgegooid. Ik voel hierbij ook het opkomen voor onszelf. Inderdaad, het stevig gaan staan vanuit onze eigen energie. Voelen wat ons net de zin geeft. Zin in het leven, onze levensenergie, die heel sterk naar voren komt. Ook het stukje aanwezig zijn en voelen van waaruit we verder kunnen. Ik vind, ook al is dit vuurenergie, het staat voor mij wel als heel sterk aanwezig zijn, weten wat we willen, weten waar we voor staan, ons blijkbaar toch al een stukje hebben bevrijd van ja, alles wat moeilijk is geweest of daar waar we misschien onze eigen energie wat hebben geblokkeerd, krijg je hier toch een, ja, terug het doorstromen, terug tot leven komen als het ware, ja, van onszelf. Dat kan ook wel zijn dat er iets nieuws in onszelf ja, begint te bewegen. Dat we plots kunnen voelen dat we dingen toch een iets andere richting willen geven. Dat er inderdaad opvlammende passie, dus dat er een soort van energie in beweging komt. Iets wat ons zin geeft om dingen inderdaad anders aan te pakken. Nieuwe zaken misschien effectief. Waar we onze aandacht aan willen geven. Ik ga eens kijken in het bewuste stukje. Oké, toch. De 11 uit de grote arcana. Dat is eigenlijk de kaart van gerechtigheid. Alweer met deze hele mooie lichtcirkel. Balans, evenwicht. Hier de 4 elementen. Staven, munten, bekers, zwaarden. Dus daar hebben we alles eigenlijk wat we nodig hebben. Deze kaart geeft eigenlijk aan dat we ergens al doorheen zijn. Dat we al een grote verandering door zijn gegaan. En dat we nu een stapje vooruit mogen zetten. Dat we mogen zeggen van, hey, kijk, dit ben ik. Ik heb alles bij mij. Dus inderdaad ook dat stukje onafhankelijkheid. Balans, we zijn in evenwicht. We zijn heel dicht bij onszelf. Wij zijn blijkbaar dan al ergens doorgegaan. Nu telkens in zo'n reading, ik kijk altijd naar het bewuste stukje en het onbewuste. Je zou kunnen zeggen vanuit het collectief, al wie zich bewust is van een bepaalde, van de energie, van zichzelf, die gaat meer dat stukje voelen. Al wie misschien ja, op een of andere manier iets minder met zichzelf bezig is, zich wat minder bewust is van die ommekeer waar we ons in bevinden, en die zou zich wat meer kunnen erkennen in het onbewuste stukje. En je zal dat kunnen zien ook in het collectief of in onze samenleving, dat bijvoorbeeld zoals in dit geval heel veel mensen toch dat evenwicht vinden
op dit moment meegaan in die verandering. Want dat is het uiteindelijk, transformatie. We zijn door die verandering heen. We gaan met de stroom mee, vanuit een bepaald balans. Want deze kaart heel specifiek, hè? Ik zie trouwens 1 en 11, dus die 11-1-energie. Het is toch een nieuwe start. Het is verder gaan vanuit een heel nieuw gevoel. Beide figuren hebben ook de ogen gesloten, dus echt met de aandacht naar binnen. Van wat leeft er in ons? Waar kunnen we ons voor openstellen? En heel specifiek bij deze kaart ook. Zet een stapje vooruit. Durf te zeggen van kijk, dit ben ik. En ik vind dat ook heel mooi bij deze kaart passen. Dit is wat er in mij leeft. Dit is wie ik ben. Het is een stukje aanvaarding van onszelf en wat anderen daar ook van denken. Dat, ja, het is alsof dat ons niet meer raakt. Of dat het misschien ook niet meer zo belangrijk is. Dat we inderdaad door die transformatie zijn, dat we ergens toch heel dicht bij onszelf zijn gekomen. Heel rustige kaarten, heel bewust, heel aanwezig. Het onbewuste stukje. Oké. Dit is de 8 van bekers, emotionele terugtrekking. Dus eigenlijk het emotioneel verder gaan. Bepaalde dingen terug toekeren. Bepaalde zaken die ons een beetje in verwarring hebben gebracht of emotioneel van onszelf hebben weggehouden. Dat we die zaken de rug toekeren en dat we toch durven verder te gaan. Gevoelsmatig durven verder gaan. Dus in het onbewuste stukje. Het zou kunnen zijn dat we ons inderdaad nog niet echt bewust zijn van het feit dat we heel veel achter ons laten. Dat we ons gevoelsmatig ergens doorheen hebben gewerkt. En dan wil ik toch graag nog een keertje terugkomen naar die hartsenergie. Ook afgelopen weekend heel opvallend vond ik, maar zeker ook sinds de volle maan in vissen. Ja, er is zoveel anders gaan stromen. Ter hoogte van ons hart, in ons gevoel. We zijn veel dichter bij onszelf gekomen. En ja, ik zie dit als een stukje voorbereiding. Daar waar we dan misschien uiteindelijk onze eigen keuzes kunnen gaan maken, andere beslissingen kunnen nemen, maar ook inderdaad vanuit een heel ander gevoel. Dit is verder gaan. Vanuit een ander gevoel, of omdat we net veel dichter bij onszelf zijn gekomen, omdat we toch op dit moment misschien nog een beetje aan het leren zijn, of de afgelopen tijd heel erg hebben geleerd om zelf die keuzes te maken. De tijd te nemen om terug te komen bij onszelf en onszelf die vraag te stellen. De keuzes die we maken, de beslissingen die we nemen, zijn dat wel onze keuzes? In hoeverre worden we daar nog in beïnvloed? En kunnen we al die zaken die ons mogelijk hebben beïnvloed in het verleden nu definitief achter ons laten? Blijkbaar is dat dan een duidelijke ja. We zijn daar klaar mee. We hebben ons daar doorheen gewerkt. We hebben ons misschien wat laten beïnvloeden, wat in de war laten brengen. Het is misschien ook een verwarrende periode geweest voor velen. Van wat voel ik nu? Voel ik nog wel iets? Wat raakt mij? Waarom raken bepaalde zaken mij? En dat we ons daar doorheen hebben gewerkt. En dat dit emotionele terugtrekking is echt teruggaan naar onszelf. Teruggaan in ons gevoel. En nogmaals, krijg ik bij deze kaart heel sterk de indruk dat we van daaruit dan andere beslissingen kunnen gaan maken. Dus voor sommigen, misschien wat meer vanuit het onbewuste stukje, dat het toch tijd is om een andere keuze te maken of toch dingen een iets andere richting te geven. Wat ik daarbij voel, dan vanuit die aarde-energie, is toch een op praktisch vlak andere beslissingen te nemen. Dus voor sommigen misschien op relatievlak, op werkvlak, hoe je woont, leeft, je leven indeelt, dat er toch ook een verandering zit aan te komen. Ga eens kijken naar de energie van buitenaf. Dus dat wat ons mogelijk wat beïnvloedt of net ondersteunt. Het is maar hoe je het ziet. Wat is de energie op dit moment? Ik wacht graag op een duidelijke kaart. Oké. Dit is de kluizenaar, afzondering. Ik vind dit eigenlijk een heel mooie kaart, zeker in deze deck, met het boek. Dus dit is onze wijsheid, de lessen die we inderdaad hebben geleerd in het verleden, misschien zelfs het recente verleden. Dus dit is onze kennis,
Onze ervaringen ook, alles wat we hebben verzameld de afgelopen tijd. En de toren op de achtergrond staat voor onze groei. Dus dit is alsof dat de energie ons wil ondersteunen in dat stukje. Noem het dan spirituele groei, hè? Want het is afzondering. Nog heel erg, ja, ons inderdaad afzonderen, op onszelf focussen. En hier heel specifiek, wat hebben we geleerd de afgelopen tijd en hoe kunnen we verder gaan doorgroeien? Nu, je ziet misschien, hier komt stilaan de zon op. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we door een donker stukje zijn gegaan. Je zou kunnen zeggen het donkerste stukje van de nacht. En dat nu inderdaad stilaan die zon opkomt. Dus het moment waarop we de dingen wat helderder kunnen zien, wat beter kunnen zien, ook een beter gevoel kunnen krijgen. Als ik hierbij een beetje kijk naar wat deze energie met ons doet. Het is alsof inderdaad, misschien door alle planeten die retrograde lopen, nog even naar onszelf toekeren. Hoe we ons verbinden met onszelf. En wat ik eigenlijk een beetje het thema zie van deze nieuwe maan. Van waar komen we? En waar bevinden we ons nu? En daar staat dat boek voor. Wat hebben we geleerd uit het verleden? Wat hebben we meegenomen uit het verleden? Dat is onze ervaring, onze lessen, onze kennis ook. En dat is eigenlijk spirituele groei. En nog even in de afzondering, het is alsof dat de energie ons vraagt van oké, blijf nog even heel, heel dicht bij jezelf. Wees je heel erg bewust van de relaties of de contacten ook die je aangaat. Dus dat stukje krijg ik hierbij ook. Dus wees misschien toch een beetje voorzichtig met wie je contact maakt. Zeker met deze nieuwe maan of de komende weken. Wie je in je leven toelaat. Het is een stukje van, bescherm toch nog even je energie. Richt je nog even op jezelf, je eigen persoonlijke en spirituele groei met alles wat je hebt geleerd. Dus ik vind dit ook een heel spirituele kaart. Een kaart die toch wel aangeeft dat we ergens... dat is de energie van buitenaf, dus misschien kan je dat merken dat je toch, mocht je toch ergens proberen contacten te leggen of heel erg in het sociale te gaan, dat er toch telkens iets is wat jou terug naar jezelf duwt of toch er op een of andere manier voor zorgt dat je wat meer tijd met jezelf kan doorbrengen, dat je nog even met jezelf kan bezig zijn en op jezelf kan focussen. Kijk, en het inzichtje. Wat kan ons verder helpen? Oké, die kaart die komt snel. Nog een keertje een aas, deze keer van bekers. Liefde begint. Dit is een heel nieuw gevoel. Heel andere ervaring. Uiteraard liefde voor onszelf. Zelfliefde, zelfzorg. Dit is iets wat opnieuw begint te stromen. We hadden het hier al in de basis en dit is iets wat ons verder kan helpen. En met deze twee kaarten, dit is echt... Wij die ons bewust mogen worden van wat we voelen, wat ons een goed gevoel geeft, wat voor onszelf belangrijk is. Dus toch heel erg gefocust op onszelf. Ik voel hierbij onze basis. Wat we tot nu toe verworven hebben, wat we verzameld hebben. De kennis ten eerste, maar ook vanuit ons gevoel. Wat heeft de afgelopen tijd ons gebracht? Wat hebben de afgelopen jaren ons gebracht? Wat voor nieuw gevoel komt hierbij? Liefde begint. Het is een heel nieuwe doorstroming vanuit het hart, vanuit ons hart. Ik heb er trouwens hier de lichtgroene calciet specifiek bijgelegd, omdat ik deze heel fijn vind, kalmerend eigenlijk ook voor het hart. Dit geeft aan dat we ergens klaar zijn om vanuit een heel nieuw gevoel en hopelijk ook een nieuwe ervaring, dat we klaar zijn voor nieuwe ervaringen. Nu, voor sommigen heel specifiek kan dat zijn nieuwe liefde, of dat we liefde op een heel andere manier kunnen gaan ervaren. Ik heb daar trouwens een paar dagen geleden een stukje over geschreven. De liefde in mezelf eigenlijk en hoe ik dat heel vaak voel stromen. Dat doet mij er heel erg aan denken. En heel vaak, als ik een periode heb gehad van inderdaad afzondering, soms is dat een beetje ziekte of... toch op zijn minste, dat ik in de rust heb mogen gaan, dat dan net heel veel begint door te stromen, dat ik dan een overvloed aan liefde voel, een overvloed, die hartsenergie, de verbinding ook met dingen, met mensen, maar vooral in mezelf. En daar word ik extreem gelukkig van, uiteraard.
Bij deze kaarten krijg ik vooral ja, onze basis, wat we tot nu toe bij elkaar hebben gekregen, wat we hebben ingezien, wat we hebben verworven, wat we zowel in het praktische als in het emotionele ja, hebben mogen voelen of hebben mogen ervaren dat we daarmee verder kunnen. Dus ja, laatste kaartje. Wat wil de energie daar, ja, wat de komende tijd misschien belangrijk is, of waar we misschien met de volle maan in Ram naartoe kunnen. Liefde begint vanuit een heel nieuw gevoel, heel nieuwe ervaring. Wauw, oké, transformatie. Complete ommekeer, maar dit is ook een... Ja, het opstaan. Wij die helemaal kunnen gaan opstaan vanuit die nieuwe energie. Een nieuw stukje. Een nieuw stukje in onszelf, dat zou kunnen voor sommigen. Maar ik voel hierbij echt, ja, wij die onszelf ook kunnen en durven laten zien. En dat doet mij heel erg denken aan de allereerste kaart. Een stapje vooruit doen. Maar wij die helemaal kunnen openkomen, kunnen openbloeien. Onszelf kunnen laten zien. Vanuit ja, een beetje een nieuwe ik, of misschien velen ja, jezelf je opnieuw gevonden, of jezelf misschien op een heel nieuwe manier gevonden. Ik voel hier heel erg het sacrale chakra bij. Dus dat is de relatie met jezelf, ook een zeer creatieve energie. Dus ja, toch iets wat ons een bepaalde boost kan geven, een bepaalde energie. Zoals deze opvlammende passie, zeg maar. Dit is meer vanuit het hart en wat we... Wat ons zin geeft, wat ons leven geeft, dat onze levensenergie die helemaal naar boven komt. En dit is puur verandering. Die grote shift, het doet me inderdaad denken als ja, die vlinder die uit die cocon komt en die klaar is om zijn vleugels uit te slaan. Die ze al zijn kleuren kan laten zien. En uiteraard ook de vlinder, het stukje vrijheid, het vrij fladderen. Vrij die ruimte innemen, ons eigen ding doen, doet me dat heel erg aan denken. Ik vind dit een heel bevrijdende reading. Zeker emotionele terugtrekking is misschien nog voor sommigen in het onbewuste stukje. Nog even naar binnen keren, even afzonderen. Inderdaad, zoals deze kaart. Je focussen op jezelf en zorgen dat je klaar bent om verder te gaan. Voor velen denk ik dat die kaart van balans en van transformatie heel erg herkenbaar zullen zijn. Nou, dat we echt uit die cocon kunnen komen. Dat we ons hernieuwde zelf kunnen laten zien. Dus dat we hersteld zijn van bepaalde zaken. Maar uit van ook een soort van vernieuwde energie terug verder kunnen. En zeker met ja, heel veel liefde die begint door te stromen. Die hartsenergie, het is allemaal eigenlijk heel erg aanwezig. Bij deze laatste kaart voel ik inderdaad het sacrale meer vanuit onze onderbuik. Dus dat staat voor mij voor de relatie met onszelf. Zeer stevig aanwezig zijn vanuit die onderbuik. En ik vermoed dan ook wel in verbinding uiteraard met anderen. Maar deze kaarten, bijna allemaal, geven mij eigenlijk aan... Oké, met deze nieuwe maan, onszelf centraal stellen. Heel dicht bij onszelf blijven. Zorg voor niet te veel afleiding, als het kan geen afleiding. Zorg voor momentjes met jezelf. Blijf heel dicht bij jezelf. Ga even inderdaad in die afzondering. Maar weet ook dat we in een enorme periode zitten van groei, van doorgroeien. En dat het ook wel aan ons is om de dingen anders aan te pakken. Dat wij echt zelf die richting kunnen bepalen. En dat we daarin heel stevig kunnen gaan staan. Oké, ik ga deze video hierbij afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Geef me zeker een likeje als je wat hebt gehad aan deze video. Je steunt daar trouwens ook... Ja, sowieso mijn kanaal mee, maar aan YouTube geef je daarmee ook aan hè, welke video's je leuk vindt, zodanig dat je misschien ook in contact kan komen met andere kanalen die een gelijkaardige inhoud hebben. Dus ja, ik vind het altijd belangrijk om een video te liken. Ik doe dat zelf ook als ik een video volledig heb bekeken of als ik daar toch wat aan heb gehad, om die gelijk een likeje te geven. En ja, als je graag iets achterlaat in de opmerkingen. Ik wil trouwens iedereen bedanken die zowel bij de volle maan als de vorige video, de energie van september, al wie een opmerking heeft geplaatst en een likeje trouwens. Want ja, ik heb daar een klein, een recordje verbroken.
Dus dank je wel voor al jullie likes bij de vorige video's. Dat doet mij enorm veel plezier. Ook dank je wel voor al jullie opmerkingen en reacties. Ook op de andere video's via mijn Rumble-kanaal. Doet mij heel, heel veel plezier. Dank je wel om mij te blijven volgen, te blijven steunen. Om toch telkens aanwezig te zijn. Ja, en mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dat is en dat blijft gratis, dan volg je mij gewoon en druk dan gewoon even of klik even op de knop abonneren en dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om lid te worden. Ik ga mijn best doen om wat extra video's te maken, wat extra energie-updates te delen. Dus dan krijg je die ook extra in je overzicht. Oké. Ik wens jullie een heel, heel fijne nieuwe maand toe. Geniet ervan. Zoals deze kaarten, blijf heel dicht bij jezelf. Zorg voor jezelf. Heel veel liefs. Dag.